Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben weinig bewolking boven Nederland. De wolken die er zijn, die lossen wel op boven land. En af en toe drijft er dan een wolkenveldje langs de kust. Maar de zon schijnt geregeld en de temperaturen lopen snel op naar 20 graden en uiteindelijk aan het eind van de ochtend al naar hogere waarden. Vanmiddag bereiken we maximum temperaturen tussen de 24 graden in het noordwesten en 29 in het uh, zuidoosten van het land. In het binnenland komen stapelwolken voor en een kleine kans op een bui in het oosten van het land, want de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Vanavond blijft het lang warm, brede opklaringen en een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Die houden we ook. Dan gaan we naar morgen en dan verandert er eigenlijk niet zo heel veel. 25, 26 graden in het noordwesten van het land, 29 in het binnenland. Met stapelwolken: het is droog, de zon schijnt geregeld en er staat nog steeds een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Dan vanaf dinsdag oplopende temperaturen. Het wordt tropisch warm op steeds meer plaatsen. Met later in de week zelfs waarden dicht bij de 35 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.